kan een computer leren fietsen? Vanuit Fuse in Brussel. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Veronderstel dat jullie allemaal ooit hebben leren fietsen. Ja? Dan weten jullie dat leren fietsen, dat je dat doet met vallen en opstaan. Niemand kan uitleggen hoe je precies moet fietsen. We hebben geen recept of stappenplan om te fietsen. We doen het gewoon en we leren het uit ervaring. Ja. Wanneer we een computer een probleem willen laten oplossen of een berekening laten maken, dan hebben we een stappenplan nodig, of wat wij soms een algoritme noemen. Nu, wat is een algoritme? Wel, een algoritme, dat is zoiets als een recept. Een recept vertelt je hoe je van ingrediënten naar een gerecht kunt geraken. Wel, een algoritme, dat vertelt een computer hoe je van gegevens naar een oplossing komt. En verrassend is eigenlijk dat veel zaken die wij eerder moeilijk vinden als mensen, dat die net gemakkelijk zijn voor een computer. Dat is een beetje raar. Ik denk dan bijvoorbeeld aan 20 stappen ver redeneren in schaak. Ja, ik denk dat we dat best moeilijk vinden. Maar eigenlijk kunnen we dat net gemakkelijk vertalen in een algoritme dat een computer kan uitvoeren. Maar dan omgekeerd, een bekend gezicht zoeken in een publiek, dat is iets wat wij niet zo moeilijk vinden. Maar daarvoor een algoritme schrijven, dat is best een hele uitdaging. En soms ook niet mogelijk. Wat wij doen op het AI-lab van de VUB, dat is nadenken over manieren hoe een computer uit ervaring kan leren. Dus dat we niet via klassieke programmering de oplossing moeten beschrijven voor de computer. Ja? De computer leert uit ervaring zelf wat de oplossing is. En hoe doen we dit? We doen dit door wat we noemen reinforcement learning. Dat is een onderdeel van artificiële intelligentie. Reinforcement learning, dat kennen we vanuit de psychologie. Daar spreekt men over klassieke conditionering en operante conditionering. Wanneer ik denk aan klassieke conditionering, dan denk ik ook meteen aan het experiment van de hond van Pavlov. Als een hond eten voorgeschoteld krijgt, dan begint hij te kwijlen. Maar wanneer we een belletje rinkelen, dan is er geen reactie. Als we nu systematisch een belletje rinkelen net voor we eten geven aan de hond, dan zien we na verloop van tijd dat de hond zal beginnen kwijlen nog voor we eten geven aan de hond. Dat is klassieke conditionering. Operante conditionering, dan denk ik aan het experiment van Skinner. Skinner had het idee om een rat in een relatief kleine kooi te plaatsen. En in die kooi was er een hendeltje. Als de rat dan per ongeluk tegen dat hendeltje botst, dan komt er voedsel vrij. Dus dat is eigenlijk een beloning voor de rat. En wat stellen we dan vast? Dat na verloop van tijd de rat vaker tegen dat hendeltje zal botsen, omdat die actie of die beslissing positief beloond wordt door het krijgen van voedsel. Ja? Dus dat is operante conditionering. Wat wij doen binnen artificiële intelligentie, wanneer we spreken over reinforcement learning, dan leunt dat dichter aan bij die operante conditionering. Want wat zullen wij doen? Wij zullen de computer een positieve beloning geven wanneer die een goede beslissing neemt en een negatieve afstraffing wanneer die een slechte beslissing neemt. Ja? En ik zou dat graag nu even illustreren via een eenvoudig computerspelletje. En daar zou ik graag iemand uitnodigen in het publiek die even met mij het spel wil komen spelen. Ja, kom maar. Mag je eventjes hier plaatsnemen op het podium? Dus we hebben hier een simpel spel. Het is een soort Mario-spelletje. Dus Mario moet muntjes verzamelen. En die munten hebben hier verschillende kleuren. Ja. En de verschillende kleuren gaan ook verschillende beloningen geven. Dus je kan meer of minder scoren in functie van het kleur. Ja? En het is aan jou om te zien voor welke muntjes je eigenlijk meer beloning krijgt.
Dus de NIE heeft nu voor ons ook de Reinforcement Learner opgestart. Dat kunnen jullie op dit scherm volgen. Net zoals onze kandidaat hier, weet onze Reinforcement Learner niet voor welke munten die meer of minder beloning krijgt. Ja? Die moet dat ook leren uit ervaring. Hè? Dus gewoon muntjes verzamelen en zien hoeveel beloning dat Mario daarvoor krijgt. Ja? Onze Reinforcement Learner heeft ondertussen het eerste niveau uitgespeeld. Best wel een goede score. Dus het wordt spannend. Ik denk dat je er ook bijna bent. Ja. Ja? Oké, okay, 480, dat is eigenlijk heel goed. Ja. Dank u. Nu, met Reinforcement Learning kunnen we niet alleen videospelletjes spelen, maar we kunnen bijvoorbeeld ook een robotarm leren tafeltennis spelen. Jullie zullen hier op het beeld, op het scherm, zien hoe dat gebeurt. Dus eerst geeft de mens het voorbeeld, gaat even de beweging een aantal keer voortonen en nadien, via reinforcement learning, zal de robotarm zichzelf verbeteren en op het einde kan de robotarm, laten we zeggen, op een recreatief niveau pingpongen met een mens. Ja? Dus op de VUB onderzoeken wij ook andere toepassingen. Hè? Bijvoorbeeld luchtverkeersleiders in een controletoren. Die hebben een zeer stresserende job. Die moeten zeer complexe beslissingen nemen. Die moeten beslissen wanneer het vliegtuig de gate mag verlaten, welke weg dat die naar de startbaan moet volgen, zodanig dat de vliegtuigen in een goede volgorde aan de startbaan aankomen om zo die startbaan efficiënt te kunnen gebruiken. Ja? Ook hier kunnen we reinforcement learning gebruiken. Dan gaan we reinforcement learning gebruiken in simulatie. En dan gaan we die vliegtuigen samen een goed plan laten leren. Niet alleen om de doorstroming op de startbaan te optimaliseren, maar bijvoorbeeld ook rekening houden met geluidsoverlast of milieuaspecten zoals CO2-uitstoot. Ja. En uiteraard gaan we er ook voor zorgen dat het plan dat geleerd wordt door die vliegtuigen alle regelgeving rond bijvoorbeeld minimale afstanden tussen die vliegtuigen zullen respecteren. Ten slotte zal, naar mijn mening, reinforcement learning ook een belangrijke rol spelen bij de wagen in de toekomst. Ik denk dan niet alleen aan zelfrijdende wagens, waar er ook een stuk reinforcement learning gebruikt wordt, maar bijvoorbeeld ook aan elektrische wagens. Want daar zullen we moeten beslissen wanneer het een goede moment is om de batterij op te laden. En dit in functie van het verwachte gebruik van de wagen en het beschikbaar zijn van groene stroom. Ja. Ik heb jullie nu al verteld wat reinforcement learning is en een aantal toepassingen gegeven. Ik zal jullie ook graag vertellen hoe dit precies werkt. En dat zal ik doen aan de hand van het meest simpele algoritme dat we kennen in reinforcement learning en dit wordt Q-learning genoemd. Nu, Q-learning, Q staat voor kwaliteit. Dus de bedoeling is om te leren wat de kwaliteit is van een actie in een bepaalde toestand. Vandaar dus Q-learning. En wat is de kwaliteit voor een gegeven actie in een bepaalde toestand? Wel, dat is enerzijds de onmiddellijke beloning die we krijgen voor die actie. Maar we moeten verder kijken dan ons neus lang is. We moeten ook kijken naar wat is de verwachte beloning die we zullen krijgen in de toekomst. Die kennen we uiteraard niet. Die moeten we schatten. En daarom zullen we ook kijken naar de kwaliteit van de acties in de volgende toestand en daar het maximum van nemen, omdat dat een goede inschatting is van de beloning die we kunnen verwachten in de toekomst. En dit resulteert dan eigenlijk in een hele simpele formule, de Q-learning-formule. We kunnen dit zeer elegant noteren. En op die manier wordt het ook heel duidelijk voor de computer wat er exact moet worden uitgevoerd. En deze regel zullen we blijven herhalen. En na verloop van tijd zullen we echt weten hoe goed een actie is in een bepaalde toestand. En dan kunnen we systematisch de beste actie kiezen in een toestand om ook de juiste beslissing te nemen. Ik zal nu even Juri, mijn medewerker, op het podium roepen. Want ik zal jullie graag nu laten meekijken naar het algoritme zelf. Ja? En dit zullen we doen
in een virtuele wereld, in een virtueel doolhof. En de bedoeling is om een beloning die verstopt zit in het doolhof te vinden. Wat wij links zien, is de plattegrond van het doolhof, maar Yuri en het algoritme zien alleen het lokale zicht op het doolhof. Wat we zien op de grond, dat zijn die Q-values die daar geprojecteerd worden, die staan op nul. Dit is normaal, we hebben nog niks geleerd. Dus het enige dat we kunnen doen op dit moment, is een random richting kiezen. Wij zien op het linkerscherm dat Yuri zich wel degelijk beweegt in het doolhof. Gewoon het doolhof wat aan het exploreren, op zoek naar de verborgen beloning. Nog steeds staan de waarden op nul. We hebben nog geen beloning gevonden, we hebben nog niets kunnen leren. We volgen verder mee op het scherm. En ja, hier is de beloning verstopt. Dus dit heeft een positieve beloning gegeven aan de actie die als resultaat gaat om die toestand te betreden. Als Yuri nu een stapje terugkomt, ja, en nu rondkijkt, ja, dan zien we dat een van die acties een 10 gekregen heeft. Ja. Dus we hebben onthouden dat in die toestand die richting uitgaan tot een positieve beloning heeft geleid. Dus ik vraag aan Yuri om zich terug in het begin van het doolhof te verplaatsen. Ja, dan gaan we dit nog eens opnieuw herhalen. Opnieuw zijn we in een toestand waar er nog geen informatie is. Alle waarden staan nog op nul. We zien dat Yuri een andere keuze gemaakt heeft. Dus hij gaat een andere richting uit. Ja, mag ik misschien even goed rondkijken. Ja. Alles staat nog op nul. Dus willekeurige actie kiezen. Ah, hier zien we een toestand waar er een 10 staat. Dus dat betekent dat we al voorheen op die toestand gekomen zijn, dat we daar een beloning hebben gekregen. Dus nu weten we welke richting we moeten uitgaan, want we hebben al de nodige informatie. Ja, doe maar. Oké, en inderdaad, daar is de beloning in het doolhof. Ik zou u nu nog even vragen om twee stappen terug te keren. Dus dit was de toestand net voor de beloning. Als je nu nog eentje terugkomt en daar rondkijkt, dan zien we dat daar ook een 10 staat. Dus de informatie van de weg naar de beloning toe is verder gepropageerd. En als we dit verder herhalen, dan zullen we uiteindelijk een pad vinden in het doolhof naar de beloning. Wie heel goed opgelet heeft, die zal begrijpen dat we alleen een pad vinden. Als we het kortste pad zouden willen vinden, dan moeten we die formule van daar straks een klein beetje aanpassen. Als ik Q-learning wil toepassen op het Mario-spelletje, waar er verschillende beloningen zijn, er waren meerdere muntjes en die munten gaven ook verschillende beloningen, dan moeten we de formule nog verder uitbreiden. Maar het basisprincipe blijft steeds hetzelfde. Enerzijds de onmiddellijke beloning en dit gecombineerd met een inschatting van de lange termijn beloning. Oké, dank u, Yuri. Recent was reinforcement learning wereldnieuws, want Google DeepMind was erin geslaagd om een AI-speler te ontwikkelen, gebruikmakende van reinforcement learning, om de wereldkampioen Go te verslaan. En Go is een zeer oud Chinees bordspel, veel complexer dan schaak. Er wordt gezegd dat het aantal mogelijke zetten in Go groter is dan het aantal atomen op deze wereld. Ja, dus supercomplex. En met brute rekenkracht zullen we nooit een goede Go-speler kunnen ontwikkelen. Wat heeft DeepMind dan wel gedaan? Wel, DeepMind heeft eerst een aantal spelletjes gespeeld door mensen geobserveerd en dit aan een AI-speler gegeven. En dat was een eerste basisversie van de AlphaGo-speler. Die speelde op een zeer beginnersniveau. Wat hebben ze dan gedaan? Ze hebben een kopie genomen van die AlphaGo-speler en die tegen zichzelf Go laten spelen. En via reinforcement learning die laten bijleren. Ja? En op die manier kregen we een AlphaGo die krachtiger is. Ja, op een bepaald moment was hij zo krachtig dat hij constant zijn eigen kopie kon verslaan. Op dat moment was het tijd om een nieuwe kopie te nemen en dat proces verder te herhalen. En op die manier werd AlphaGo steeds beter. En op een bepaald moment was hij klaar
voor de grote test, een toernooi met de wereldkampioen. En heeft AlphaGo dan ook de wereldkampioen kunnen verslaan. Na dit eerste succes was DeepMind klaar voor een tweede uitdaging. En dan hebben ze opnieuw een AI-speler gebouwd, dat ze AlphaGo Zero genoemd hebben. Opnieuw heeft hij geleerd via reinforcement learning, maar nu zonder eerst die menselijke input. Ja? Dus vandaar de naam AlphaGo Zero. Die speler was opnieuw zeer krachtig, maar wat ook zeer belangrijk is, is net omdat die menselijke kennis niet de eerste stap was, heeft die AI-speler zeer verrassende strategieën kunnen leren. De strategieën die voor de mens als creatief, als nieuw overkwamen. Dus kan een computer leren fietsen? Kunnen we een computer laten leren uit ervaring? Ja. Dat doen we door goede beslissingen te belonen en slechte beslissingen af te straffen. Maar belangrijk is dat wij als mensen nog altijd zeggen hoe er moet geleerd worden en wat er moet geleerd worden. Thank you.